Over een maand is het weer zover. Op zondag 6 september trekt het Bloemencorso door de straten van Zundert. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het Bloemencorso is het evenement van het jaar in Zundert. In Zundert spreekt men dan ook van de tijd van voor het corso en van na het corso. Ook op deze hete augustusdag wordt er in de verschillende bouwtenten volop gewerkt aan de diverse wagens. Wij namen vandaag een kijkje bij buurtschap De Markt. We maken dit jaar The Wizard of Oz, Tovenaar van Oz. En die film bestaat toevallig ook dit jaar 70 jaar. Toch echt een mooie feestwagen, 75 vierkanten erop. Zoals je hier kunt zien, zijn we wel flink bezig met de wagen. Er moet nog hoop werk gebeuren, maar dat is eigenlijk altijd wel. Het is nog een maandje voor het corso. Ja, je zegt het zelf al, er moet nog veel gebeuren. Ja, 6 september is corso, eerste zondag van de stemmer altijd, elk jaar. We zijn nu volop aan het lassen. We hopen over een week te beginnen met het papier mâché'en en het kartonnen erop te brengen. En dan beginnen we donderdag voor de corso met de bloemen erop te brengen. Ja, we zien nu de maquette in beeld. Heel bijzonder moet ik zeggen, heel apart. Ja, klopt. Het is ook een heel apart idee. Ontwerper is Wilhelm Gommers. Ontwerp eigenlijk voor het eerst. En had eigenlijk altijd het idee om nog ooit een leuke feestwagen te maken. En toevallig komt dit jaar Wizard of Oz bij kijken. En de wagen beeldt eigenlijk de film uit. Het zijn 5 rollen, filmrollen die ook daadwerkelijk gaan draaien. Met de muziek mee, met de figuratie mee, met de dans en zang. Dus het moet één groot spektakel worden. André Gommers heeft vroeger zelf ook corso-wagens gebouwd. In de loop der jaren is er wel veel veranderd. Ja, want eerst was het allemaal met paarden, met wagens. En toen werden het met tractors. En toen was er een buurtschap onder de wagen. Hey, allemaal lopen. Dat heb ik trouwens ook nog gedaan. Ja. Het is allemaal wel veranderd. Tegenwoordig winnen de, zeg maar, de moderne uitvoeringen, hè? Bent u het altijd wel eens met de jurering? Ja, ik heb er zo'n verstand niet van, hoor. Maar ja, soms wel en soms niet. Nee, maar ja, dat is toch, hè? Dat heb je met de buurt toch allemaal. Ja, het kost natuurlijk heel wat tijd, hè? Het bouwen van een corso-wagen. Waarom doe je dat? Het is puur hobby. Ik ben er al vanaf jongens af aan mee bezig. Het is hobby en ontspanning. En op het eind wel was spanning, maar dat nemen we bij. En ik vind het heel leuk om te doen. Ik zie dat er heel wat bier doorheen gaat. Klopt, we hebben al krattenbier zien staan. Ja, dat klopt. Dat hoort erbij. Corso maandag worden alle wagens traditiegetrouw tentoongesteld op het Oranjeplein. Zoals gisteren al gemeld is er gekozen voor een nieuwe opzet, zodat er meer ruimte ontstaat voor de wagens. Ik vind het wel goed. Ik geloof dat er op het Oranjeplein vooraan komt een passage naar het tentoonstellingsterrein toe. Ja, om de bezoek zo te trekken en de ingang groot te maken voor de wagens. Want het is altijd wel vrij lastig om met zo'n groot gevaarte het veiligheidsterrein op te draaien. Nou schijnen we daar meer ruimte te hebben, dus het zal makkelijker moeten gaan. Dus ik vind het wel een goed idee. Wie in ieder geval zondag 6 september gaat kijken, is André Gommers. Ja, dat is zeker, maar ik zit erbij. U zit aan het parcours? Ik zit aan het parcours. Veel plezier. Ja. Jullie ook, hè? Dag.